bent al raar, papa. Je bent jarig. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en ik lig nog in bed. Ik ben al heel even wakker, maar ik ben een beetje in de ontkenningsfase. Ik heb zoveel was liggen en zoveel dingen dat ik echt zoiets heb. Als ik in bed lig, dan hoef ik het nog niet te doen. Maar ja, het moet wel allemaal weg, dus ik ga er wel uit moeten. En echt, mijn keel doet zo'n pijn. Ik zei het gisteren natuurlijk al, misschien krijg ik ook keelontsteking. Ze heeft ze natuurlijk ook pas gehad. Nou zijn mijn amandelen er wel echt, nou, wat is het? Meer dan 10 jaar geleden in ieder geval uitgegaan. Dus toen had ik dat echt vaak. En daarna heb ik het nooit meer gehad. Maar ik heb zo'n vermoeden. Maar ja, dan is het ook een virale en geen bacteriële keelontsteking. Dus dat houdt gewoon in dat het gewoon over moet gaan en dat je niks kan doen. Beetje jammer. Ik ga proberen uit bed te komen en dan maar even een wasje gelijk te ingooien. Echt, er ligt zo verschrikkelijk veel was. Dit is dus nu de was. En hier heb ik dus, had ik dus even ontkenning van. Sarah is heel lief voor papa aan het kleuren, want die is vandaag... jarig. Ja, wat lief. Hyper de piepoera en hartjes en taart. En ik vind hem echt super leuk. En ik sta hier zo voor papa. Ja, ik snapte het al. Ik ga... Voor papa staat er ook op. Super schattig. 1-0. Oh, mama wil gaan rijden, maar ik had de auto nog niet gestart. Heel slim. We gaan eerst even boodschappen doen. En daarna ga ik even verder met de was. En ik zat te denken, nu aangezien... Even wachten, mom. Aangezien de bijna de hele kledingkast geloof ik in de was zitten. Is misschien even een goed moment om die kast gewoon even leeg te trekken. En gelijk weer even helemaal op te ruimen en schoon te maken. En dan kan die gelijk met de nieuwe was weer aangevuld worden. Maar nu heb ik het meest ruimte in. Dus dat was nu even mijn planning. Maar Sarah heeft ook zwemles. En vanavond hebben we visite. 2-0. Ja, goed hoor. Vanavond hebben we natuurlijk ook visite. Dus ik weet helemaal niet hoe ver ik gekomen. Maar ik begin gewoon en dan zie ik wel. Ik ga morgenavond zijn we wel even de deur uit. Maar overdag heb ik geen plannen. Waar gaan jullie dan naartoe? Nee, jij gaat ook. Wat ga je nou morgenavond doen? Ik ben Halloween! Ga jij goed nog op de lijst kijken? Ja. Ja? Hebben we dat nog nodig? Ja. Ik ga even goed kijken dat we het allemaal niet vergeten. Komt goed. Mag ik hem vast doorstrepen dat je weet dat je die... Nee, dan vind ik het niet zo slim. Want dan zien we inderdaad niet meer of dan vergeten we het en dan hebben we hem niet. Het zou wel een beetje dom zijn, toch? Het is weer vrijdag, dus we hebben lekker pankzit. Maar zeg, ik kon niet wachten en ik heb ook echt heel erg honger. Dus was in de auto en ze heeft in het de bekerhouder, zeg maar, het zakje opengehangen. Dat is op zich wel makkelijk. Ik vind het wel slim. Mm. Ik ga vast naar huis rijden. Zo. Ik ben de camera aan het uittesten of die op het stuur blijft hangen. Maar hij doet het wel. Niet echt de allerbeste hoek nog. Maar de pankzit is nog niet op. Dus we zijn nu even in de auto de pankzit aan het opeten. Zo. Zie ik ietsje charmanter in beeld. Oh. Pas op, die maakt een hele rommel. Wordt heet. Lijkt net op het schermpje dat je er niet bent, zie je dat? Je ziet dat hier en precies daar is je hoofd. Waar ben je dan? Mm. Wel zeg, het lijkt net of ik tegen mezelf zit te praten zo. Lijkt net of mama een beetje gek geworden is in de hoofd. Maar je hoort... Jij ook. Oh, dankjewel. En bedankt, hè, voor je kind moeite hebben. En mama gaat naar de zwemles. Mij naar zwemles brengen. Ja, we zijn onderweg.
En ik heb net wel al een stukje opgeruimd, maar het werd zo kort allemaal. Ik denk, laat de camera even liggen. En dat doe ik eigenlijk zelf. Zelf zeg ik altijd dat ik het vervelend vind als mensen iets zeggen te gaan doen en het dan niet laat zien in een vlog. Maar ja, geel. Ja. Ik weet uit de praktijk dat soms gaan dingen nou eenmaal zo. De tijd in de dag gaat zo snel voorbij. Ik heb wel een tweede was. Mama, kijk! Kijk! Hij zit vast aan mijn stoel. Ja, ik denk dat hij dan niet valt. Hou hem maar wel ook even vast. Mama, laat even die mevrouw met de fiets, met het kindje, voor. Die heeft geen voorrang, maar ik kan er niet door. Kijk, geel. Nou ben ik er ook een. Ik zag hem al, die gele voor ons. Ja, neem maar de reden aan de andere kant ook een dan. Zag je die niet? Nee. Nou. 1-1. 1-1. Zag je die oranje ook? Nee. Nou, dan zit ik hier. Oeh, daar staat meestal een gele en een oranje. Ja. Oeh. Als we hem tegelijk te doen, hebben we er niet zo. Dan vellen we hem gewoon ik allebei. Zie een gele. Ja, ik zie hem ook nu. 2-1. Ja. Het speelt weer dan. Eerlijkheid duurt het langst. Nou, dat is meer geel dan die ander, vind ik. Ja, het is een andere tint. Daar is, kijk. Nee, ik kijk nu net verkeerd, schat. Ik kijk ergens anders naartoe of ik kon zien. Ik vind verkeer kijken wel heel belangrijk. Jij ook? Kunnen we er nou even langs oma misschien? Oma komt straks bij jou. Oh ja, vergeten. Ja. Vergeten. Thuis en Sarah is de boek goed aan het leggen. Die ga ik niet en dan gaat ze hem inpakken voor papa. En dan dadelijk met het cadeautje. Ik vind deze zo cool geworden, Sarah. Ik vind hem echt heel mooi. Dan deze en dan hebben we deze kleurplaat. En dan daarachter. En dit kan papa zelf kleuren. En dit zijn wij dan met z'n drieën nog. Echt helemaal nee, geweldig. Hij moet zo juist erachter. Oh, hij moet zo. Dat had je zelf in gedaan, Mop. Dit is papa, dit ben ik en dit ben jij. Ja. Vind het zo ik was lief. Nog een beetje. Toen was ik 3. Oh, toen was je 3. Zich, en een discobal. Hij schrok zich kapot van dat er een feest was voor hem. Ja, nou, we gaan het even inpakken. Ik ben zo raar, papa. Ik ben jarig. Als eerste dit. Hier moet je voorzichtig mee zijn. Oh, heel voorzichtig zijn. Ik heb het zelf gepakt. Wow. Echt. Er zit iets in wat je echt moet bewaren. Ik heb echt mijn best gedaan. Een nieuwe werkboek? Nee. Oh. Ze gaat me gewoon echt aankijken. Ze denkt nou, ik weet niet wat ik hiermee moet. Wat mooi schat, dankjewel. Wil je deze ook doen? Ja, ik vind super. Kus. Kijk, lees dit eens. Kus. Schoolvakantie staat hier. Diep in de piek. Dat je jarig bent. Voor papa en Sarah. Wat staat hier? 2019. Oh ja, nou zie ik hem. En kijk, een nieuwe ring. Mooi. Ja, dankjewel. Ja, dat eentje. Dat was wel erg leuk met de twee meiden. Zet ze hier tussenin. Ja. Ja, en dan kan ik verder. Normaal doe ik niet het zware werk ervoor. Ja, dat is zo. En eentje daarboven. Zo, dat was weer even gezellig. We hadden echt heel weinig mensen hoor. Echt mijn ouders.
zijn moeder en haar man. En Bas was even langs. Oh ja, mijn broertje. Maar die was met mijn ouders. Oh, mijn opa. Het gaat lekker. Die had ik eigenlijk in mijn hoofd meer als een clubje. Maar dat zijn ze natuurlijk niet. Ik ben ook gewoon een beetje moe. Ik ga nu gewoon de things as usual nog even doen. Nog even editen. Nog even wat eten. Ik heb al wat gesnackt, maar er zijn wat dingetjes die nog over zijn. Dus ik ga gewoon al die schaaltjes leeg eten, thee drinken. Ja, yeah, you know it. Zo, even flink geëdit. Vierkante ogen ervan. Het is ook echt laat al. Ik heb net de eerste vakantievlog geëdit. En in ieder geval die helemaal geëdit. En die daarna voor de helft. En nu ben ik er echt klaar mee. Dus ik ga zo lekker mijn bedje in. Trouwens echt nog steeds heel erg keelpijn en ik ben zo verkouden. Dat is misschien wel een beetje te horen. Of een beetje heel erg. Dus ik ga lekker de boel afsluiten en dan snel mijn bed in. Sarah die zit ook in een vakantieritme, dus die is elke keer laat. Dus echt fingers crossed dat ze morgen gewoon lekker uitslaapt. Dan kan ik ook even uitslapen. En morgen is het zaterdag. Dus dan zou ze eigenlijk natuurlijk maandag naar school. Maar dan heeft ze nog een studiedag. Dus we hebben nog even wat langer om te schakelen. Ja, ik ga gewoon afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Klik hieronder even op de knop. Lekker verkouden, komt het er zo goed uit. Vergeet geen duimpjes, reacties. Vinden we altijd top. Probeer er altijd op te reageren. Of laat ik zo zeggen, ik reageer er wel altijd op. Maar soms... ja, wat later. Ja, we hebben het gewoon echt verschrikkelijk druk. Dus dat doe ik echt in gaatjes die ik over heb. Maar ik vind het wel altijd leuk om erop te reageren. Dus laat ze vooral achter. En dan zie ik je morgen. Doei doei!